Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles. En deze keer gaan we kijken naar opgave 9. Met een elektromotor wordt een voorwerp van 50 newton over een afstand van 10 meter opgehezen met een snelheid van 0,40 meter per seconde. De weerstand van de lucht is te verwaarlozen. Welke energieomzetting vindt er plaats? Nou, dan gaan we kijken. En we hebben dus een elektromotor, dus we kunnen er eigenlijk wel van uitgaan dat we met elektrische energie beginnen. En die elektrische energie zet alles om in hoogte-energie. De weerstand van de lucht is te verwaarlozen, dus die laten we weg. En we gaan met een constante snelheid. Dus bewegingsenergie hebben we ook niet in het verhaaltje staan. Komen we bij vraag B. Bereken de zwaarte-energie die per seconde ontstaat. Nou, dan gaan we weer kijken. We hebben... Oh, ik had hier hoogte-energie gebruikt, maar dat maakt niet zoveel uit. Dat is hetzelfde. Zwaarte-energie berekenen we weer met m keer g keer h, de massa. Even kijken. Oh, dan kunnen we deze formule niet gebruiken, want we hebben geen massa gekregen. We hebben wel een zwaartekracht gekregen. Dan pakken we dus de andere formule. Zwaartekracht keer de hoogte. Zwaartekracht is 50 newton. De hoogte is 10 meter. Maar we gaan per seconde kijken. Dus we gebruiken per seconde die 0,40 meter. Want we gaan 0,40 meter per seconde. Dus daar vullen we 0,40 voor in. En dan hebben we 50 keer 0,40. 5 keer 4 is 20. Dus 50 keer 0,40 zal ook 20 joule zijn. Vraag C. In de motor ontstaat tijdens het hijsen 50 joule temperatuurenergie. Bereken hoeveel energie er in de motor totaal is omgezet. Nou, als we dus nu wel van uitgaan dat er wel temperatuurenergie ontstaat, dan kunnen we dus zeggen dat de hoeveelheid elektrische energie die we erin stoppen, die staat gelijk aan de temperatuurenergie plus de zwaarte-energie. En er was 50 joule van deze ontstaan, er is 20 joule van die ontstaan. Dus dan hebben we totaal 70 joule aan energie omgezet. Wacht even. Ik ben te simpel, want die 20 joule was per seconde en we gingen het geheel 10 meter ophijsen. Af en toe dan ga je nadenken, dan denk je te snel. Dus we moeten eerst de nieuwe zwaarte-energie voor 10 meter bepalen. En die zwaarte-energie voor 10 meter is fz keer h. Fz, de zwaartekracht, was 50 newton. De hoogte was 10 meter, dus dan hebben we 500. Dus dan is het 50 plus 500. Dus dan hebben we 500... 50 joule aan energie omgezet. Bereken hoeveel energie de motor geleverd heeft. Ja. Volgens mij zou vraag C en D beter omgedraaid kunnen worden. Want die hebben we al. Dat is 500 joule. En omdat het nu een eindantwoord is voor vraag D, zet ik er eventjes een J achter, zodat ik alle punten zou krijgen. Want bij eindantwoorden moet sowieso de eenheid vermeld staan. Bij tussenantwoorden vind ik eigenlijk ook. Maar je merkt als je heel snel werkt, ben je af en toe slordig en dan kan het wel eens gebeuren. Dus ga ik niet al te hard overzeuren. Maar eindantwoorden moeten ze hebben. Vraag E. Bereken hoeveel meter een voorwerp van 60 newton per seconde opgehezen kan worden als de motor per seconde evenveel energie blijft leveren. Nou, we weten dus, we hebben 500 joule aan energie totaal. We kunnen dus ook zeggen dat de energie, ja, even kijken, energie is vermogen maal tijd. Ik denk dat dit wel een makkelijke weg is om er naartoe te gaan. We wisten dat we een energie hebben van 500
Joule, het vermogen weten we niet. En de tijd, ja, we gaan iets 10 meter ophijsen met een snelheid van 0,40 meter per seconde in de oorspronkelijke. 0,40 meter per seconde, dus 10 gedeeld door 0,4, is een vermogen van... Nee, sorry, is een tijd van 25 seconden. Dus we kunnen zeggen dat het nuttig vermogen gelijk staat aan 500 gedeeld door 25. Dus het nuttig vermogen 500 gedeeld door 25. Waarom ga ik dat met rekenmachine doen? Dat is natuurlijk gewoon 20 watt. Dus je hebt 20 watt aan energie. Dat betekent eigenlijk ook dat de motor dus 20 joule per seconde aan nuttige energie weet te leveren. En we hebben een voorwerp van 60 newton. Dus dan gaan we nu kijken. In 1 seconde, de hoogte-energie is weer de zwaartekracht keer het hoogteverschil. In 1 seconde hebben we deze 20 joule tot onze beschikking. De zwaartekracht op het voorwerp was 60, dus de hoogte weten we niet. Hoogte kunnen we dus berekenen met 20 gedeeld door 60. Dus dan zouden we op 1/3 meter moeten uitkomen. En dit was opgave 9. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.